Als ik met mensen gewoon zing, ben ik niet zo zenuwachtig en de vibe is lekker en gewoon fijne mensen. Maar zodra je op een stip wordt gezet van nu moet je zingen en je wordt beoordeeld, dan is het net alsof je gewoon bloot op het podium staat en zegt van wat vind je ervan? En die is niet leuk hoor, die heb ik liever niet, weet je. Dus liefst zing ik heel graag, maar hoort niemand me. Terwijl als iedereen me heeft gehoord, dan vind ik het heel fijn. Dus het is nog een beetje uitvogelen. Ik zing volgens mijn ouders vanaf mijn tweede. Begon ik met I Will Always Love You. Yay, vet schatten. En op mijn 60 ging ik op zangles, dus toen wist ik het zelf ook al wel. Op mijn 14e ben ik gestopt. En fout vriendje, dus heb ik helemaal niet meer gezongen. En toen kwam ik rond mijn 19e weer achter van, ik mis wat, weet je, ik ben vet unhappy. En toen ging ik weer zingen en toen kwam het weer terug. Dus vanaf mijn 19e echt zelf gaan schrijven. Met Love and Loyalty treden we op hier en daar. Gewoon lekker bezig. Ja, ik denk dat ik op een leeftijd ben gekomen dat ik wel denk een voorbeeld te willen zijn. Door wat je zelf hebt meegemaakt. We zijn allemaal mensen en ik heb altijd gedacht van, ja, ik ben het maar, weet je. Wat kan ik nou doen? Maar ja, iedereen is een mens en iedereen doet zijn ding. Dus ik dacht, ja, ik kan het ook. Ik heb ook dingen meegemaakt en ik ben nu ook met kinderen bezig. En ik help kinderen het liefst en het is toch onze toekomst.